luistert naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Cor Spronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Pieter Kremer van Conduct in... Waar zijn we hier? Barendrecht. Barendrecht. Yes, yes, yes. Pieter, we kennen elkaar volgens mij van de Golf... Stichting Elektrotechniek Midden-Nederland. Yes. En ik had gisteren even gekeken wanneer wij met elkaar gelinkt zijn via LinkedIn. Dat is geweest of heb je enig idee? Ja, ik vermoed dat dat drie jaar geleden is, zo'n beetje. 30 mei 2016. 4 jaar alweer. Dus al vier jaar dat we elkaar kennen. Ja, ja, ja. En de keer dat we elkaar, ik bedoel golf, dat zijn natuurlijk een heel serieus spelletje is dat. En dan doen we natuurlijk, het gaat puur alleen om golf, maar zo af en toe praat je met elkaar. Ja, precies. Maar ik weet wel, de fladder die ik steeds heb in de gesprekken met jou heb opgevangen, dat ik dacht van, dit is een serieuze ondernemer, DGA, iemand die zelf aan de knoppen draait. Hmm. En toen nadacht over wie wil ik graag in mijn podcast hebben, toen stond jij in mijn top 10. Dus vandaar dat je nu al aan de beurt bent. Leuk. En dankjewel dat je mij wilde ontvangen. Ja, graag joh. Ik heb even wat huiswerk gedaan, volgens mij ben je 49 jaar. Ja. 25 februari 1971 geboren. Yes. Je woont in? Roon. Roon. Yes. Sinds... Dat is hier ook onder de rook van Rotterdam. Ja, sinds nu 7 maanden. Dus ja. Oh kijk, ja. Niet zo lang. Recentelijk, ja. Je hebt ooit verkering gekregen met Loes Visser en bent daarna mee getrouwd. En ik begreep net, die werkt ook binnen je bedrijf. Straks, ja. Leuk om mee te horen. Ja, ja. Twee dochters? Twee dochters, Danielle en Eline. Eline zeg ik, hobby's varen in ieder geval. Ik stap net van mijn boot af, eerlijk gezegd. En is het dan varen, is het dan zeilen of is het een... Nee hoor, de luie variant. We cruisen over het water met af en toe een hapje en een snapje en lekker genieten. En ook waterskiën? De meisjes wel. En ik moet eerlijk toegeven dat ik het weekend zelf ook nog op mijn wakeboard heb gestaan. Op mijn oude dag, Cor. Ja. Ja, pas op, je gaat toch richting de 50. Ja, 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 ja. En dan voel je dat ook, hè, daarna. Ja, dus ja, voel je al wat pijntjes opkomen of heb je nog zoiets van... Nou, weet je wat het punt is, op dat moment ging het best makkelijk, hè, maar 2 dagen later dan voel je toch dat er spieren in je schouders zitten waar je het bestaan niet van wist. Maar ja, goed, joh, tuurlijk. Hè. Ik bedoel, ik ben niet 3-4 keer in de week aan het sporten momenteel. Dus dat voel je wel, ja. Ja. Ik heb op een gegeven moment met waterskiën toch het moment om uit het water komen, dat is het moeilijkste. Absoluut. En als dat 1 keer gebeurt, dan moet je natuurlijk wel blijven staan. Maar, ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, je kan het wat dat betreft een beetje vergelijken met ondernemen. Hè. Dus inderdaad, de boel goed neerzetten, dat is heel bewerkelijk. En daarna zorgen dat het goed blijft draaien. Ja, dat is een mooie metafoor. Ja. En waar vaar je dan als je in Roon woont? Waar heb je de boot? In Barendrecht. In Barendrecht. Ja. Ja, dus die ligt daar, dat is zeg maar tegen Herensdam aan. En bootje, hè, maar goed, we moeten bescheiden blijven wat dat betreft. Oké, dan hebben we even, ik ben een boer. Ja. Hoeveel pk? Hoeveel pk? 280 geloof ik, zoiets. 280 ja. pk? 280 ja, pk. Ja, dat is je auto. Nee, ja, die heeft iets minder pk, maar die had 250. Dan is geen bootje. Voetbalclub. Feyenoord, hè? Feyenoord. Ja, tuurlijk. Ja. Echt een Rotterdammer, hè? Heel goed. Muziek? Muziek is heel breed. Is heel breed. Van blues tot house. Maar er zijn ook wel hardrock nummers die ik goed vind. Maar ik moet wel, we hebben wel best wel redelijk in de dance scene gezeten wat dat betreft. En, maar ja, tegenwoordig is het lastig, hè? Ik zag inderdaad wel festivals op Facebook voorbij komen. Ja, zonder meer, ja. Maar dat is op dit moment eventjes... Dit jaar een hele lastige. Dus en volgend jaar? Jouw inschatting? Ik hoop dat ze doorgaan. Maar ik weet het niet. Op het moment dat we deze podcast opnemen is het 13 augustus. Dat wordt wat later uitgezonden. Ja. Maar dan weet je even dat we nog een klein beetje in de corona-perikelen zitten. Ja. Auto? BMW. BMW? Ja, zonder twijfel. Vorig jaar even een uitstapje gemaakt naar Jaguar. En dan de elektrische variant daarop. Of daarin, moet ik zeggen. Maar ja, nee, dat, daar kon ik niet heel blij van worden. En welke BMW is het geworden? Een 330. Ja. Kijk eens aan. Ja. Lees je als boeken? Welke?
Lees je wel eens boeken? Ik zou voluit willen zeggen als ik daar mezelf de tijd en ruimte voor geef. Maar daar ligt nou net de kern van het probleem, althans als je het probleem mag ervaren, maar van het ondernemerschap. Ik werk wel een beetje te veel. Dus, hoe maak je de week? Actief zeg maar, dat valt op zich nog wel mee tussen de 40 en de 50. Hè, maar ja, weet je, als ik 's avonds in de tuin zit, dan ben ik liever bezig met bedenken en ontwikkelen dan dat ik een inspirerend boek ga lezen. Zou ik wel moeten doen, wordt me ook aan alle kanten aangeraden. Hè, maar ik ben dat aan het leren. Ik moet eerlijk zeggen, ik zei net dat ik zojuist gisteren van mijn boot afstapte. Met een gelukkig gevoel, omdat ik eigenlijk het weekend, ik ervaar het dan als een weekend, maar we zijn eigenlijk het begin van deze week zijn we dus gegaan met z'n tweetjes. Met een gelukkig gevoel, omdat ik eigenlijk niet zo heel veel aan de zaak heb gedacht. En dat is zeg maar wel wat voor mij nu belangrijk is. Mooi, en is dat omdat in deze tijd dan wat vakantietijd is en daardoor wat minder reuring is, of is dat het niet? Ja, zeker wel. Zeker wel. Nou ja, weet je, kijk, wij zitten in de solarbranche. Onze klanten installeren zonnepanelen en dan met name de wat grotere projecten, de platte dakprojecten. Enerzijds bouwvakvakantie, maar anderzijds is het ook te warm voor de man om op de daken te gaan. En dat merken we wel. Dat is ook niet erg. We hebben net 3 nieuwe medewerkers aan boord. Er is daarmee dan dus inderdaad ruimte om ze alle aandacht te geven die ze nodig hebben. Ja, ja. Ik kom zo meteen nog op terug. Yes. Heb je een idool? Heb je iemand waar je, waar je tegenop kijkt? Waar ik tegenop... Echt zo, daar heb ik heel veel van geleerd als ondernemer. Nou ja, goed, dat is dan een cliché, hè? Maar ik vind zeg maar de interviews die met Steve Jobs bijvoorbeeld vind ik wel heel inspirerend. Zo zijn er nog wel een aantal man. Mensen die ik wel belangrijk vind in de beeldvorming. Luister je als podcast? Eigenlijk niet. Zit je veel in de auto? Ja, nou ja, goed, als we weer volop naar de klanten toe kunnen, dan ga ik wel veel in de auto zijn. Maar dan is het inderdaad of Radio 2 of lekker helemaal niets. Of een lekker muziekje. Ik vind een goede geluidsinstallatie vind ik belangrijk. Ja. Ja, goed, wellicht zou je dus kunnen combineren een podcast of een luisterend boek. Hè? Dat je toch een boek kunt lezen, maar een boek kunt luisteren. Ja. Waarbij je ook die kant wel kennis tot je kunt nemen. Ja. Uit wat voor nest kom je? Waar ben je geboren? Wat zijn je roots, zeg maar? Ik ben een Rotterdammer. Ik kom uit een gescheiden gezin. In die zin dat mijn vader wegging toen ik een jaar of 6, 7 was. Mijn moeder is hertrouwd. Toen ik 11 was met een huisarts. We hadden dus vanaf die leeftijd hadden we het goed. Hè, maar het ondernemen heb ik wel geleerd van mijn schoonvader. Hè. In die zin dat hij altijd een hoveniersbedrijf heeft gehad. En op zo'n Rotterdam is niet lullen maar poetsen. Hè, dus alles week inderdaad voor de job. En ja, hè, dus inderdaad ook het spreekwoord het werk komt voor het meisje bijvoorbeeld. En ja, dat heeft me wel geïnspireerd in die zin. Oh, je hebt natuurlijk gewoon een dochter van een ondernemer. Denk van, dan kan ik tenminste weg. Laat thuis komen, dus ze begrijpt het toch wel. Ja, precies. Heel ja, goed, ja, heel ja, goed. Ja, 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 ja. Nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen, Cor, dat mij wel echt wel helpt. Hè, in die zin dat ze begrijpt inderdaad alles. Als het daarover gaat. Je zei net in de arena, twee in het voorgesprek, ze werkt in de zaak mee. Ja. Je ziet heel veel DGA's die het alleen doen, die komen thuis en die hebben een partner die of niet ondernemend is of het niet begrijpt, geeft het niet. Hè? Mm-hmm. Waarbij je heel veel nog meer in eenzaamheid doet. Mm-hmm. Dat vind ik wel een mooi aspect bij jou. Ik wil graag horen hoe dat dan gaat. Hè? Als je thuis samen thuis komt, of als jij thuis komt, ja. Of dan het werk nog steeds een groot deel van het gesprek ook is. Of dat je hoe doe je dat? Parkeren je dat dan? Dat is een lastige. Dat is een lastige. Ik bedoel, ik woon met de auto 4 minuten hier vandaan. Dus het is niet zo dat ik inderdaad mijn kop kan leegschudden in de auto en inderdaad vrij van gedachten ben op het moment dat ik thuis ben. Zoals ik net eigenlijk al zei, ik ben er eigenlijk altijd mee bezig.
ja, weet je, het is ook een hoe zeg je dat, een euforie momenteel, om het even zo te noemen, wat er gebeurt. We zijn redelijk snel gegroeid, in anderhalf jaar nu van 6 mensen naar 16 mensen. Enerzijds enorm trots op, anderzijds vind ik het spannend. Maakt dat ik daar, ja weet je, kijk, ik ben er eigenlijk altijd mee bezig. En dat is wat ik zojuist ook al aangaf, dat is voor mij dan even de handicap. En ook een proces om het los te leren laten. Om daarmee inderdaad gewoon ook de rust te vinden die ik nodig heb. Want ja, wat je zegt, ik bedoel, als ik thuis ben en de omzet gaat goed en we zijn, ik maak leuke dingen mee met de collega's. Ja, dan bespreek je dat heel graag thuis. Want die zit echt met vragen in de ogen te kijken van, joh, hoe was het vandaag en wat heb je meegemaakt? Ja. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Ja, en ze kennen natuurlijk dan iedereen ook. Wat zei die? Wat vond die? En, ja, zonder meer waar. Ja. Zonder meer waar. Ik bedoel, Loes, mijn vrouw, die heeft bij Issue gewerkt. En Issue is een Rotterdamse ICT-bedrijf. Althans, dat was een Rotterdamse ICT-bedrijf. Dus een aantal jaar geleden is het verkocht. Maar ja, dat is opgezet door een ondernemer in Rotterdam. Ja, die is echt ontzettend hard gegaan. En dus we kijken heel erg naar hoe hij dat heeft gedaan. Hè? Ik bedoel, hè, beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen. Ja. Ja, en dat vind ik ook, weet je, en zo kijk ik ook naar mensen die, hè, waar ik, hè, wat je zojuist al zei, waar je tegenop kijkt. Ik kijk heel graag naar hoe mensen bepaalde dingen bereiken. En dan ben ik wel zo ordinair genoeg om het dan gewoon te willen kopiëren. Ja, ja. En dat werkt voor veel dingen. En na deze podcast gaan mensen dat bij jou doen. Hè? Ze gaan jou kopiëren. Ja, zou leuk zijn. Ze dingen van jou geleerd hebben. Even terug naar je nest. Ja. Was je enig kind? Nee, ik heb een zus. Nu 51. En die werkt in het ziekenhuis. En ja, goed. Ik ben als jongen. Ik bedoel, je moet je voorstellen, mijn moeder hertrouwde toen ik 11 was. Mijn zus die ging veel meer. Ja, wel een hele goede relatie. Ik heb ook een goede relatie gehad met mijn moeder. Ze is helaas overleden. Maar goed, ik ben eigenlijk altijd heel erg eigenzinnig geweest. Mijn moeder met mijn zus samen. Op een gegeven moment, mijn zus die is 2 jaar ouder, die kreeg kindertjes. En daar was mijn moeder altijd heel druk mee. Het was gezellig en hartstikke leuk. Ja, weet je, en ik ging mijn eigen weg. En ja, dat doe ik nog steeds. Ja. Wat voor school heb je gedaan? Ik heb LTS gedaan, ik heb MBO gedaan, maar daarna heb ik in het bedrijfsleven een aantal dingen, trainingen gedaan. Ik heb in de professionele audio- en videowereld gewerkt en op een gegeven moment heb ik NIMA sales gedaan om mezelf voor te bereiden op de salesfunctie die ik graag wilde doen. En daar ben ik in 97 mee gestart. Toen ben ik de verkoop ingegaan. Je bent bij Voorhand eerst begonnen, accountmanager 3 jaar. Ja. Na 5 jaar ISO Lectra. Rotterdam, ja. Wat is dat? ISO Lectra is een Rotterdamse handelsonderneming die op basis van exclusieve agenturen dus de elektrotechnische installatiebranche belevert. En dat doen ze tweeledig. Enerzijds via de groothandels, de Rexel, Technische Unies van deze wereld. En anderzijds inderdaad projectbeleveringen. Waarbij eigenlijk de groothandel geen functie heeft. Omdat het grootschalig is en omdat de markt vraagt om directe kennis. En inderdaad de bijhorende scherpe prijzen. En dat... Ik heb tussen die gesprekken, jij moet maar zeggen dat het anders is, maar voor mijn gevoel ben jij een beetje een rare combinatie van een verkoper en een Willy Wortel. Dus mijn vraag is een beetje, toen jij ondernemer werd, dus je hebt bij voorraad gezet, heb je de stap genomen om voor jezelf te beginnen. Hoe is dat gegaan? Kwam dat vanuit, ik zie dat er een probleem is, dus ik heb daar een idee over en ik wil dat dan zelf gaan vermarkten? Of had je zoiets van, joh, ik zie dat er gewoon de verkoop beter kan. En is dat Willy Wortel pas later op hoestdag gegaan? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben inderdaad van huis uit een ondernemer. Nee, sorry, van huis uit ben ik een verkoper. Hè, ik vind het leuk om bij mensen aan tafel te zitten en om te horen wat hun bezighoudt. Als je in dat soort gesprekken erachter komt dat er een behoefte is aan een product of oplossing
die nog niet bestaat, ja, weet je, dan vind ik dat leuk om te kijken van oké, kan ik dat bedenken, kan ik dat ontwikkelen en zo ja, kan ik dat dan op de markt zetten. Ja. Een ander zou zeggen, wie heeft dat gemaakt of wie heeft dat probleem opgelost, kan ik het dan inkopen en kan ik het weer verkopen. Maar je trekt het dan eigenlijk naar jezelf toe, zou ik maar zeggen, omdat je zelf graag creëert. Ja, klopt. Ik vind het leuk om iets te ontwikkelen wat nog niet bestaat. En daar ben ik zelf natuurlijk achter gekomen. Dat was in 2011 een draadgootje met een daksteun uit de bliksemwereld. Ja, wat dan inderdaad een succes blijkt te zijn. Wat ik wel verwachtte natuurlijk, omdat ik ook zag dat het nog niet bestond. Ja, maar ja, goed, ik kijk uiteindelijk, hè, als je als ondernemer ben je altijd op zoek naar het gat in die markt. He, dus, en dan ga je eens kijken inderdaad van, joh, zijn er mogelijkheden in de markt die nog niet bestaan, die wellicht wij kunnen ontwikkelen en op de markt kunnen zetten. En ja, dat maakt dat we inmiddels de OEM'er zijn die we zijn met de producten die we leveren. Nee, goed, maar handel is vaak, hè, je koopt iets in en je verkoopt het voor iets meer. Nou, ja. Hè, en dan, dat heet dan winst wat daartussen zit. Terwijl jij jou dan ook wat meer. Jij gaat ook wel richting producent, zeg maar. Vanuit producent iets te verkopen. Ja, nou weet je, Cor, de geschiedenis die ik nu zeg maar heb met mijn bedrijf, maakt ook dat ik feitelijk ook eigenaar wil zijn van hetgeen wat wij verkopen. En ja, dat heeft me door bloed, zweet en tranen heeft me dat wel zeg maar gebracht waar we nu zijn. Kijk, als je zeg maar, als handelsonderneming materiaal inkoopt en weer gaat verkopen, ja, dan ben je inderdaad een handelaar, hè, maar je bent geen eigenaar van je product. En ondanks zeg maar, je bepaalde exclusiviteit afspreekt met jouw fabrikant, blijft er altijd een risico in zitten dat er gewoon andere wegen bewandeld gaan worden. Ik heb dat zelf natuurlijk behoorlijk aan de lijve ondervonden. Hè, met de fabrikant waar ik 13 jaar mee samengewerkt heb. En dat, ja, weet je, dat maakt uiteindelijk dat ik tuurlijk, weet je, je ontkomt er niet aan om afspraken te maken met voornamelijk buitenlandse fabrikanten. Hè, om inderdaad de behoefte in te vullen die er in Nederland is. Hè, als je kijkt naar de solarbranche waar wij voor 99% in zitten. Kabelmanagement, wat wij doen. Daar waren wij de eerste mee in Nederland. Als het gaat om zeg maar, het managen van infrastructuur op met name platte dakinstallaties. Maar goed, als je kijkt naar de materialen die daarin worden toegepast. Bijvoorbeeld kabel, connectoren, kabelgoot. Ik bedoel, weet je, dat bestond allemaal al. En daar zijn andere partijen heel sterk in. En ook al kun je daar een exclusiviteit in afspreken. Er blijft altijd een risico in bestaan dat ze het op een gegeven moment overnemen. He, en ik bedoel, een oud manager van mij zei eens, he, als je met een Duitse fabrikant werkt en je doet het niet goed, pakken ze het over. Maar als je het te goed doet, pakken ze het ook over. Ja, dat is ons wel helaas overkomen. En daar heb ik veel van geleerd. En wat was het moment dat je dacht, en nou is het afgelopen. Nou gaan we het anders. Dat was het moment dat ik met trillende handjes thuis zat. En ik behoorlijk overwerkt was en de fabrikant daarin mij dacht met mijn rug tegen de muur gezet te hebben en ja, forceerde om met hun verder te werken en ik mijn andere activiteiten had moeten laten gaan. En ja, dus ik ben eigenlijk met het mes op mijn keel zo ongeveer gedwongen om te luisteren. Nou ja, weet je, ik luister heel graag naar een behoefte van een klant. Of naar zeg maar, een relatie om te kijken waar ik kan helpen, maar niet om het luisteren. Die tijd hebben we wel een beetje gehad, vermoed ik. Maar het was geen makkelijke periode. Nee, zeker niet. Een hele stressvolle periode. Zou je de volgende keer zover laten komen? Heb je nu eerder dat je een signaal opvangt en denk van, hey. Ja, zeker. Ja, ik laat het ook niet meer zo ver komen. Nee, zeker niet. Nee, ik. Wat kun je voor anderen die luisteren, kun je signalen. Wat voor jou de signalen waren waarvan je nu denkt, als ik dat weer voel, of als ik dat weer merk, dan moet ik alert wezen? Nou ja, waar ik inmiddels achter ben, is dat je naar je
onderbuikgevoel moet luisteren. Noem het intuïtie, noem het een voorgevoel. Ik ben er nu wel achter, inmiddels, dat je, als je dat gevoel hebt, dat je dan inderdaad moet gaan oppassen. En ik heb, ik ben heel erg trots geweest ook met het samenwerken met de fabrikant. En die mag ook genoemd worden hoor, dat is Deen en Zeunen. Een Duitse fabrikant in bliksem- en overspanningsbeveiliging. Daar ben was het ik... trots of was het loyaliteit? Ja, beide. In eerste instantie ben je heel trots, hè, omdat je met zo'n A-speler in de markt start, waar zij al 28 jaar actief waren. Waar wij in de gelukkige omstandigheid waren om daar met een maximale focus een succes van te kunnen maken. De fabrikant staat ook inmiddels echt goed in de markt. En nou ja, daar hebben wij wel aan bijgedragen. Daar ben ik echt wel bescheiden in ook hoor. Maar ja, weet je, dat hebben we wel geflikt met elkaar. Dus ik was daar heel, heel trots op en natuurlijk ook loyaal. Omdat je het gewoon, weet je, ik wil als we iets ondernemen, ja, dan moet het ook een succes worden. Want ik bedoel, de faalkans, ja, die wil ik zo klein mogelijk hebben. Maar ja, dat kost je wel iets. En... Is dat ook het type ondernemer die je bent? Dat voordat je iets gaat ondernemen, dat je echt zeker moet weten dat het zal slagen? Nee. Ja, weet je, dat weet je toch niet zeker. Ik luister dan daar toch ook wel naar mijn eigen gevoel. En kijk, in die situatie waarin ik toe was... Ja, er was overspanningsbeveiliging. Dat is een niche-markt waar, als je daar veel kennis van hebt en je hebt daar de maximale focus en enthousiasme in, dan kan dat niet anders dan een succes worden. Althans, dat is mijn stelling. Dat heb ik gedaan. Hè. Dus je gaat met alle enthousiasme die je hebt, ga je hard werken aan iets waarvan je verwacht dat het een succes wordt. Ja, en dan wordt het ook een succes. Ja, dan ging het over onderbuikgevoel. Ik zei vanmorgen tegen iemand, onderbuikgevoel, dat is eigenlijk, zou ik zeggen, dat zijn alle ervaringen die je tot nu toe hebt gehad. Ja. Die worden opgestapeld in je buik. Dat zakt dan naar beneden. Mm. En op het moment dat je naar je onderbuik luistert, luister je eigenlijk naar alle ervaringen die jij tot op dat moment hebt. Mm. Dus vandaar dat ik even vroeg, en wat zijn dan signalen geweest? Want ze kunnen natuurlijk andere ondernemers zijn die dat nog niet hebben meegemaakt. Dus dat nog niet in hun onderbuik hebben opgeslagen zijn. Ja, zeg maar. Ja, dat en dus is ik, het, ja. Is het slapeloosheid, of is het hoofdpijn, of is het irritatie, of is het veel alcohol drinken, of wat zijn dingen die wat signalen voor jou waren dat ik van hey, dat gebeurde er toen. Dus nu zou je dus luisteren naar die onderbuikgevoel, maar die had je toen misschien nog minder ervaring. Ja, nou ja, dat is onrust. Dat is wel iets wat ik ervaar, hè, als ik onrustig word. En er zijn zaken niet goed afgedekt. Dan zit daar een risicofactor in. Dat brengt mij onrust. En dat wil ik niet. Hè. Ik wil mijn aandacht wil ik focussen op, zeg maar, mogelijkheden en niet op onmogelijkheden. Zodra ik ervaar dat er onmogelijkheden ontstaan. Bijvoorbeeld inderdaad in de communicatie met zo'n fabrikant, hè, die dan allerlei eisen gaat stellen en zaken en die mij af laten wijken van, zeg maar, het doel. Ja, dan word ik daar onrustig door en dan is dat voor mij een signaal van hey, dit moeten we niet willen. Ik wil me bezighouden met de mogelijkheden, met de kansen die er zijn in de markt. Zodra ik ervaar dat er dingen aan mij gevraagd worden waar ik me niet prettig bij voel. Ja, dan is dat voor mij wel een signaal dat ik daar niet mee bezig moet zijn. Je vertelde me net hoe ik binnenkwam. Ja, een ontzettend mooie entree en bruin café binnen. Nou, je moet rechts bij Conduct in Baandrecht binnenlopen. Als je tenminste wel in de solarwereld wilde. Hè, ja. Maar toen zei je van, toen we 2 jaar geleden hier naartoe vertrokken, toen kwam je met 6 mensen. Ja. En ik had eigenlijk nooit gedacht dat we zo zouden groeien. En we zitten nu met 16 mensen. Nou... Maar even nog even terug. Had je toen gewoon niet kunnen bedenken dat je binnen 2 jaar zo succesvol zou zijn? En wat kwam dan? Was dat onzekerheid of was dat gewoon... Kon je het niet uitrekenen? Wat was het dat je...
Ja, nou weet je, dat is natuurlijk een lastige in die zin. Hè, dat als je ondernemer wordt, dan zeker als je zeg maar grote plannen hebt en je hebt daar een bank bij nodig, dan heb je een ondernemersplan nodig. En daaruit gerelateerd een verkoopplan, een marketingplan. Nou ja, goed. Ik heb dat niet gedaan. Hè. Ik bedoel, wij stapten in, of nou ja, we rolden eigenlijk in een markt, in de solarmarkt, met producten die we dan daarin ontwikkelen. En. Sorry, ik ben even je vraag. Wist je niet wat de markt zou zijn? Wat de markt kon worden voor je? Nee. Ik bedoel, een bank die je vertelt, we gaan het komende jaar 2 keer 100% groeien. Die zal ik zeggen, ho eens even, dat kan wellicht wel niet, hè? Nou, weet je, Cor, dit is iets waar mijn ondernemerschap op gedreven is. Ik ben in 2005 ben ik begonnen met Conduct. Ik heb daarvoor 5 jaar bij Isolectra gewerkt. En in die 5 jaar zijn er 4 reorganisaties geweest toen de tijd. En dat maakt je als persoon, hè, als werknemer, voel je daarin kwetsbaar. Hè, je hebt 4 woensdagochtenden meegemaakt. Ja, dat eventueel je naam geroepen kon worden. En dan was het exit. Ja. Dus dat vond ik een enorme bedreiging. He, dus ik had zelf zoiets van, joh, weet je, ik, als ik ga ondernemen, dan maak ik het zelf uit. Dan maak ik zelf het verschil. En dat is iets wat ik ambieerde. Ik wilde zelf het verschil maken. Yeah. En uiteindelijk heb ik gewoon logisch nagedacht. Ik bedoel, als jij als persoon zeg maar nu in de oliebranche gaat, ja, dan is de kans vrij groot dat op een gegeven moment ophoudt. He, maar als jij als persoon nu, althans dat was voor mij zeg maar de reden, of een bedrijf, sorry, een reden om dat te gaan doen. Ja. Overspanningsbeveiliging is iets wat steeds belangrijker gaat worden. He, omdat zeg maar, de afhankelijkheid van ICT, van elektronica, van elektra, nou goed, noem het maar op, die wordt steeds groter. Nou, daarmee de behoefte aan veiligheid werd steeds groter. Dus ik had zoiets van, nou, dan is dat een markt wat zich in ieder geval gaat ontwikkelen. Dat kan niet mislukken. Nee, dat is voor mijn gevoel. Dat het zo uiteindelijk zou slagen, dat was ook iets wat je gewoon niet voor mogelijk had? Nee. Nou ja, weet je wat het punt is? Ik ben, wat ik al aangaf, zelf altijd verkoper geweest in een niche-markt waar niet heel veel mensen verstand van hebben. Overspanningsbeveiliging, ik bedoel, het is ook niet het sexy ding wat nu iemand gaat doen als hij van school afkomt. Maar het is wel iets wat enorm bestaansrecht heeft op het moment dat je daar verstand van hebt. Nou, dat maakt ook dat je daar altijd mee bezig bent. Ik bedoel, ik heb het vaak zat meegemaakt dat ik met mijn gezinnetje bijvoorbeeld naar de wintersport ging. En dat ik in de skilift met een klant zat te bellen die een vraagje had over een overspanningafleider. Nou ja, en toen heb ik ook tegen mezelf gezegd van, nou weet je, ik wil heel graag een bedrijf opbouwen waar ik zelf niet elke dag mee nodig ben. Nou, en daar zijn we echt wel op een hele prettige manier naartoe onderweg. Ja. En dat maakt ook dat ik nu, ik had het zojuist nog met Steven, onze aankomend operationeel manager, over die het bedrijf, zeg maar, runt op het moment dat ik er niet ben. En het blijkt ook gewoon zo, ik bedoel, nu is het een rustige periode, dat klopt ook inderdaad. Maar hij neemt de beslissingen zoals ik ze zelf nu zou nemen. En ja, dat is natuurlijk heerlijk. Dat is heerlijk om af en toe gewoon eventjes een beetje gas terug te nemen. Ja. Ja. Hoe lang heb je nodig gehad om hem op te leiden? Hij werkt nu meer dan 2 jaar hier. En hij is binnengekomen als logistiek manager. Maar goed, ik zag al vrij snel dat hij veel meer competenties heeft dan dat. En ook meer ambities dan dat. Dus we zijn met elkaar, en dat doe ik overigens met alle mensen die hier komen werken, zijn we heel nauwlettend aan het overleggen en aan het bekijken, oké, wat wordt jouw rol binnen Conduct? Ik bedoel, het is vaak dat gebeurd dat hier mensen aan binnenkwamen als bijvoorbeeld inderdaad office manager. Ik bedoel, uiteindelijk iemand die inderdaad zorgt dat de boel goed gerund wordt hier, maar die uiteindelijk naar marketing is gegaan, bijvoorbeeld. En op basis van wat wij dan de CAR-methode noemen, kijken we altijd goed naar, iemand komt hier binnen, solliciteert op een bepaalde functie. Binnen of in het sollicitatiegesprek zien we eigenlijk al heel snel dat we eigenlijk een andere rol voor die persoon hebben beschikbaar hebben. En dan gaan we met elkaar overleggen van, joh, ja, ik zie in jou bijvoorbeeld veel meer
de rol van, nou ja, goed, noem het binnendienst verkopen bijvoorbeeld. Hoe vind je dat? Ja, dat. En dan zie je ook vaak dat mensen wat terughoudend zijn en die misschien wat, ja, eventjes wat meer lef moeten hebben om die rol te gaan vervullen. En ja, dat is wel. Je noemde het de CAR-methode? Ja, je bent. De CAR-methode is een methode om te kijken. Zit iemand op de CAR die gewoon meedraait met het bedrijf en die voelt zich daar lekker bij? Op die manier CAR, ja. Ja, of is het een CAR-trekker? Iemand die daar inderdaad volop mee bezig is om de CAR te trekken en daarmee dan inderdaad conduct naar een hoger niveau te brengen. Of hangt iemand aan de CAR? En dat kan ongewild zijn en dat is ook niet per definitie negatief. Het kan ook zijn dat iemand zich aan de CAR voelt hangen. Die eigenlijk meer wil bijdragen bijvoorbeeld aan de organisatie. Jullie hebben nu al mensen nog niet aan de CAR hangen, want jullie groeien veel te hard. Dat zou je zeggen. Hè? Dat zou je zeggen. Maar ja, weet je, kijk, ik heb zelf altijd wel zoiets van, joh, ik wil minimaal met de markt meegroeien, maar het liefst met producten, innoverende producten, vooruit op de markt groeien. Ja, en dat is wel echt wel ambitieus. En dat lukt ook niet altijd. We doen het goed. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja. Ja. We hadden net even ingezoomd. Misschien kunnen we daar nu even wat verder op inzoomen. Ja. Samenwerking met je vrouw. Ja. Hier op het werk en dan vervolgens ook thuis. Ja. Zeggen we, je moet je werk niet meenemen naar huis. Nou, dus voor jullie is dat lastig. En je zit nu in een positieve flow, dus nu heb je ook het idee, joh, geen enkel probleem. Vaak als de zorgen gaan komen, hè, dan worden ook de gesprekken thuis natuurlijk wat zorgelijker. Klopt. Hoe gaan jullie daarmee om? Nu schijnt de zon al, dus misschien kun je alleen nog de mooie verhalen vertellen. Ja, nou nee hoor. Ik, wat dat betreft hebben we zeker ook verhalen die heel veel impact hebben gehad. Noemde net al eventjes inderdaad de samenwerking met Deen die geëindigd is. Wat ik zelf liever op een andere manier had gezien. Ligt dan je vrouw en jij op één lijn hoe je dat aanpakt? Of is dat denk ik toch iets dat je zegt, ja, maar ik wil het zo, dus ik doe het zo? Nou ja, kijk, ik luister zeker naar haar. Hè. Ik bedoel, ze kent me heel goed. Ze weet wat mijn zwaktepunten zijn en waar ik de kracht uit put. En ik laat me ook zeker afremmen door Loes. Hè. Want als ik niet uitkijk, dan ben ik inderdaad 70, 80 uur aan het werk, bijvoorbeeld. Ik heb ook een relatie zijn me eens van, joh, mijn kinderen die kennen mij eigenlijk van het moment dat ik achter mijn laptop thuis zit. Dus ik kijk wel heel goed naar, zeg maar, mensen die al verder zijn als ik, om daarvan te leren hoe je het wel moet doen, maar zeker ook hoe je het niet moet doen. En ik heb altijd geprobeerd om inderdaad met eten thuis te zijn. En om naar mijn dochtertjes te luisteren. En als het even kon, die kleintjes bijvoorbeeld eventjes naar de toen nog de crash brengen bijvoorbeeld. Ja, en daartussen ben je aan het werk en daarna ben je aan het werk. Om te gaan met die situaties die zich voltrokken hebben. Inspireert ze me eigenlijk wel dagelijks om even gas terug te nemen. En even het werk en het bedrijf niet op één te zetten. Maar gewoon even jezelf op één te zetten. En daarmee dan bijvoorbeeld even, ga even de natuur in. Of fiets je hoofd even leeg. Of dat. Maar dat is ook weer dat onderbuikgevoel terug. Hè, op het moment dat ik kan nu redelijk goed aanvoelen wanneer ik, zeg maar, met trillende handjes op de bank kom te zitten. Dat kan ik tegenwoordig dat goed voor zijn. Door inderdaad daarna te luisteren en dan kijkt Loes mij af en toe even aan. En dan word ik daar zelfs een beetje emotioneel van. Ja. Maar dan zegt ze van, joh, het is tijd om even lekker even met je hondje te gaan lopen. Nou, dan dat klopt. Ja. 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 Nou, dat is natuurlijk wel, ik denk dat een gezegende positie die je nu samen hebben. Dat je elkaar zo aanvoelt. Ja. En dat zij jou dan ook weten raken, waardoor je waarschijnlijk gewoon naar haar luistert. Even gek gerucht. Ja, dat je naar haar luistert. Zeker. En zegt, nou Loes, je hebt gelijk, dat ga ik doen. Ja. En dan is je ook mooi dat het dan het vertrouwen is dat het dan de boel daarna niet omdondert of niet omvalt. Ja, zeker. Maar dat het bedrijf het op dit moment ook dat kan hebben, dat je dan eventjes even gas terugneemt. Of dat die dag het kan hebben, dat je even gas terugneemt. Ja, dat klopt. Ja, en kijk, waar wij nu zijn, maakt ook dat we af en toe beslissingen nemen die best spannend zijn.
Ik zei je net al zojuist eventjes toen je hier binnenkwam en toen je vroeg inderdaad van, of toen je zei mooi pand en jullie zitten er goed bij. Toen zei ik al, joh, als ik anderhalf jaar geleden had geweten wat ik nu weet, hadden we waarschijnlijk in een groter pand gezeten met elkaar. Maar dit zijn wel spannende dingen, zijn wel spannende beslissingen. En daarmee, ik bedoel, het is een dochter van een ondernemer. Maar wij zijn als bedrijf nu inmiddels verder als waar haar vader met dat bedrijf is geëindigd in omvang. Nu bijvoorbeeld weer drie nieuwe mensen aan boord. Je grootste kosten zijn je salariskosten en je voorraadkosten. En dat is spannend. Maar daarin vind ik wel, of daarin heb ik een vrouw die absoluut volledig achter me staat. Maar waarin ik wel, zeg maar, eigenzinnig de beslissingen neem en het daarna aan haar uit ga leggen. En dan begrijpt ze dat ook wel weer. En dan heeft ze ook zelf zoiets van, joh, ja, dat klopt ook. En ik moet ook meegroeien. En weet je, en dat is ook de synergie die we met elkaar hebben. Ja. Je bent gewoon wel enige aandeelhouder, ja, van het bedrijf. Ja. En eventjes, maar ik bedoel niet lullig, maar misschien komt het lullig uit. Had je anderhalf jaar geleden niet kunnen voorzien dat je, dat dit pand nu al te klein zou zijn? Nee. Waar heb je, was dat toen een blindheid of nog niet het vertrouwen dat je zo zou kunnen groeien? De markt ziet er natuurlijk heel goed uit. Enerzijds hebben we producten die innoverend zijn. Hè, maar anderzijds, omdat de markt, het volume groter wordt, krijg je ook meer toetreders in de markt. Gek gezegd, wat wij nu zien is dat de verschillende fabrikanten onze producten zelfs kopiëren. En dat vind ik natuurlijk ook enerzijds een eer, maar anderzijds ook een bedreiging, ja, natuurlijk. Ja. Want uiteindelijk de USP's die wij met de producten bieden, die hebben we verzonnen en die gaan die andere partijen niet bieden. Dus wat blijft er dan over? Dan is de verkoop over de prijsas. Nou ja, dan kom je in een concurrentiemodel wat echt wel actief verkopen vraagt. Maar goed, de vraag is, had je het niet kunnen voorzien? Ja, ik heb het wel gehoopt. En wat ik al zojuist aangaf, ik heb er geen businessplan op gebaseerd. Eigenlijk met boerenverstand gewoon hands-on ondernemen en ontwikkelen. Op basis van wat we doen, mensen aannemen en verder gaan. Maar ja, weet je, het vergt ook wel veel lef. En het vergt ook wel lef om hè, want uiteindelijk, hè, we hebben een magazijn van bijna 500 meter in Drunen bij een partner die we hebben, zeg maar, in het logistieke deel. Nu zijn we dan in december 2018 met dit pand gestart, waar we op basis van 450 meter magazijn projectgericht willen gaan acteren. Ja, en dat neemt nu zo'n toevlucht. Dat had ik niet kunnen voorspellen, nee. En durf je nu bijvoorbeeld al een pennetje te zetten in 2025? Zeg, in 2025 wil ik zo groot zijn? Wil ik zoveel omzet draaien? Wil ik zoveel mensen in dienst hebben? Niet dat dat het doel op zich is, hè, maar iets waar ligt dan misschien voor een volgend pand, misschien al een rekening mee houdt. Ja. Nou ja. Of heb jij zoiets van, je panden zonder geschikt? Er zijn meer panden dan vrouwen, of ik noem maar even wat. Hè. Dus er zal er wel wat te vinden. Nou ja, weet je, kijk, je huisvesting mag zeker geen beperking zijn in de doelen die je stelt. Daarmee bedoel ik dat als wij, hopelijk inderdaad zo echt te klein behuisd zijn, ja, dan moet je bepaalde hubs gaan inrichten om te kijken hoe je dat dan kan doen. Dat moet margetechnisch natuurlijk kunnen, hè, want je krijgt meer transportkosten. Hè, dus dat, en meer logistieke kosten uiteraard. Hè, dus, maar het feitelijke doel voor Conduct is dat wij uiteindelijk willen wij een OEM'er zijn die inderdaad producten fabriceert op basis van eigen ideeën. Waarbij we echt de toegevoegde waarde bieden voor onze partners. En onze partners, dat zijn natuurlijk de solar groothandels. Maar ook de grotere elektrotechnische groothandels, waar we van oudsher natuurlijk ook al relatie mee hebben. Die onze producten coderen en die onze producten vermarkten. Maar dan echt op basis van eigen product. En ja, weet je, Cor, we worden er niet rijk van. Hè? Zo is het ook, dan moet je andere dingen gaan doen. Ik vind het hartstikke leuk om een eigen bedrijf te hebben. Maar voor mij is het doel om een bedrijf te hebben waar iedereen heel gelukkig is.
waar iedereen, dat zeg ik ook tegen mijn medewerkers, die dagelijks met een brede glimlach rondlopen, waar we allemaal een goede boterham aan hebben. En ja, natuurlijk vind ik het prettig om uiteindelijk een stapje terug te kunnen zetten en een goed leven te hebben. Zonder als je mensen gelukkig wil maken, moet je dominee worden, Pieter, hè? Ja, nee, dat klopt. Maar ja, weet je, uiteindelijk, en dat is zeker, althans, dat is wel zeg maar de methode die wij hebben. Hè? Op het moment dat iemand met een grote glimlach rondloopt, die zich veilig voelt, die zich goed voelt, die presteert altijd meer dan iemand die zich bedrukt voelt en het niet naar zijn zin heeft. Dus ik vind het belangrijk inderdaad dat, ik word daar toch, misschien is het, noem het een dominee, maar ik vind het prettig om iemand te zien groeien en iemand waarbij ik iemand een looppad aanbied binnen een bedrijf die van kern en gezond is. Ja. En tuurlijk, ik bedoel, uiteindelijk wil je daar een goede boterham aan verdienen en dat doen we ook. En ook ik doe dat wel zeker, maar ja. Heb je als iemand bij jullie weggaat, is het dan vaak een cultuurdingetje of is het een presterend dingetje dat het niet lukt? Of is er nog niemand weggegaan de afgelopen 5 jaar? Ja, wel. Jawel. Niet één eigenlijk uit zichzelf. Dat is een vervelend traject geweest. De persoon werkte zeg maar vanaf het begin af aan. Vanaf het begin af aan. Ik bedoel, ik ben in 2005 natuurlijk gestart, maar in 2011 heb ik Connect Technical Solutions gestart. Als handelsonderneming, waaruit we dus inderdaad de dagelijkse, de hedendaagse activiteiten doen. Maar dat is, zeg maar, 1 jaar of 5 geleden is dat goed van de grond afgekomen. En daar heeft zij dus wel zeker aan bijgedragen. De relatie was altijd heel erg goed, tot zeg maar een klein jaar geleden, waarin er toch wel wat zaken anders bleken te zijn dan dat ik dacht. Zij is afgelopen april dus uiteindelijk vertrokken, ja. En dat zijn al, ik kan me voorstellen dat moeilijk is dan. Ja, nou ja. Omdat je zo'n mensenmens bent en zo. Ja. Voelde het ook als falen van jezelf? Deels wel. Ze het niet heeft laten zien voor die tijd. Het was allemaal altijd goed en prima. Maar ik heb het inderdaad ook niet gezien. En dat vind ik heel lastig. Vooral ook omdat als ik het wel had gezien, ik daar zelf ook anders wellicht op geacteerd had kunnen hebben. Ja. Ja, ja. Ja, wat ik zeg, dat is een heel vervelend traject geweest. Uiteindelijk. Pieter, je bent ook maar gewoon een mens, hè? Jawel, dus ja. Jawel. Maar ja, wat ik. En je vrouw heeft het ook niet gezien? Nee. Nee, nee, ja, nee, joh, ik, nee, maar ze liet het ook niet zien. Dat op zich wel mooi om te zeggen dat personeel voor jou niet een middel is, maar dat het je echt aan het hart gaat. En dat is ook zeker, als je deze opvang hebt, dan ben je nog heel erg dicht betrokken bij je personeel. Mm-hmm. En nu je wat zult groeien, zal dat ook wat. Zullen misschien soms verhoudingen ook wat anders worden. Ja, klopt. Ik heb eigenlijk wel zeg maar, het principe in mijn leven dat ik vind verbinding vind ik heel belangrijk. Dus met de mensen waar we meewerken, waar we voor werken, daar wil ik gewoon een goede verbinding mee hebben. Iemand waar je je goed bij voelt en waar je vertrouwen in hebt en waar je je veilig bij voelt. Dus zo ook met onze medewerkers. Ik doe 's ochtends altijd even een rondje langs de medewerkers om even te levelen met elkaar. Van joh, hoe gaat het met je? Waar sta je? En wat heb je nodig? Eventjes alles gewoon eventjes de revue laten passeren. Maar vooral op de persoon zelf. Ik hecht daar belang aan. Ik vind het belangrijk om bijvoorbeeld inderdaad van een Melissa te weten. Een van onze nieuwe medewerkers. Van joh, hoe gaat het met je? Hoe zit je in je vel? Kunnen wij iets doen voor je of heb je juist niets nodig? En zo ook met opdrachtgevers. Ik vind het belangrijk om die verbinding te hebben. Ja. Zou je voor de afgelopen 5 jaar eens kunnen zeggen van dat is een fout die ik gemaakt heb als DGA. Dat is een fout die ik gemaakt heb. Die zou ik best wel willen vertellen zodat andere DGA's niet die fout begaan. Hè? Je zit in die beginperiode,
Sommige dingen zijn best nog wel spannend. Heb je iets waarvan je zegt van, hey, dat, ja, dat heb ik toen verkeerd aangepakt. Dat had anders gemoeten. Ja, zeker. We hadden het zojuist inderdaad even over het vertrek van die medewerkster. En ik heb daar volledig in vertrouwd. En dat heeft me kwetsbaar gemaakt. Vooral vanwege het feit dat ik helemaal geen dossier had opgebouwd. Dus als ik een dossier had opgebouwd tot en met het moment dat ze aangaf inderdaad van joh, dit is niet goed en dat is niet goed. En geloof me, Cor, nou goed, ik ga er verder niet op de inhoud in, maar nee, dat waren een paar A4'tjes vol met verwijten en et cetera. Als ik een dossier had opgebouwd, dus inderdaad goed de gesprekken had gedocumenteerd met haar. En we hadden met elkaar overeengekomen, feitelijk inderdaad ook zwart op wit vastgesteld van joh, hoe gaat het, wat heb je nodig, wat heb je niet nodig, waar kunnen wij wat doen. Dat hebben we niet gedaan. Ik heb volledig vertrouwd en dat doe ik nooit meer. Okay. Dus dat betekent dat je zou kunnen zeggen, het personeel wat je nu hebt, die is daar een beetje, en tussen haakjes, de dupe van. Maar je bent nu zeg maar meer, je zorgt nu dat je je zaak als werkgever beter voor elkaar hebt richting je werknemers. Ja, dat is ook tweeledig. Hè. Enerzijds documenteer je natuurlijk zaken die we met elkaar afspreken als het gaat om de zaken die wij als werkgever belangrijk vinden. En, maar anderzijds documenteer je ook zaken die de werknemer belangrijk vindt. En als je met elkaar afspraken maakt en die leg je vast en die documenteer je, ja, dan is dat iets waar je ook later weer eventueel op terug kan komen, hè, als dat noodzakelijk is. Voor ons gaan wij nooit meer zo'n traject in. Hè? In die zin dat we niet weten hoe het gaat. Hè? Ik bedoel, ik heb nu, ja, we hebben echt een super team. Hè? En iedereen die zit op zijn plek. De sfeer is echt, echt super goed. Maar we hebben af en toe wel gesprekken waarin we dingen vastleggen. En dat is enerzijds is het goed en draagt het bij. En anderzijds zijn het aandachtspunten die ofwel voor ons belangrijk zijn als werkgever. Van, joh, hè, want er wordt ook vaak tegen mij gezegd van, joh, Pieter, misschien kunnen we dat of dat kunnen we anders doen. Ja. Nou ja, prima. Bedankt voor je bijdrage. We leggen hem vast en we gaan ermee aan de slag. En maar anderzijds zijn er natuurlijk ook zaken die een werknemer wellicht anders kan doen of kan verbeteren. En dan ligt dat ook vast. Hè, dus het is gewoon ja, duidelijkheid. Ik denk dat zeg maar wel. Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, eerder deed je zaken ook met je personeel op basis van vertrouwen. En nu hebben ze van, nou, we moeten het ook vastleggen, moeten kunnen controleren, moeten kunnen nakijken. Ja. En eigenlijk iets wat misschien niet zo leuk is. Nou ja, weet je, nee, dat klopt. En dat is natuurlijk ook kenmerkend voor mij. Hè? Ik bedoel, ik ben een verkoper. Nou ja, je weet zelf ook, hè? Verkopers, dat zijn ook vaak wel chaoten als het daarover gaat. die zitten in de auto, die bellen Jan en man, bellen ze op en documenteren veel te weinig natuurlijk. Nou ja, dat geldt voor mij ook. Hè? Ik bedoel, ik heb gelukkig nu mensen om me heen die mij daarin helpen. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Ken je eigen zwaktepunten. Weet dat als je zelf niet documenteert, laat het dan een ander doen. En kijk er wel even naar dat het ook gebeurt. Ik heb nou een topper van een secretaresse die nou ja, bij wijze van spreken dagelijks eventjes met mij doorneemt van wat zijn prioriteiten vandaag. En joh, leg je erop dat je dit vandaag wel doet. Dus dat ik dat wel ga doen, want ja, ik ga in al mijn enthousiasme ga ik weer een nieuw product zitten bedenken. Of ik ga een goede relatie bellen, of ik zit ineens weer daar te lunchen. Ja, weet je, dat zijn de dagelijkse dingen. Ja. Verkopers worden nog wel eens gezien als slijmballen. Hoe is dat zo? Hè? Ben jij vriend van je personeel? Of is dat een tijd lang misschien wel geweest of te veel geweest? Ja. En is dat nu door het ene voorval een leermoment, hè? Dat je zegt, maar dat ga ik dus nu anders doen? Nou ja, dat is een keihard leermoment. Dus in die zin is dat zeker waar. Hè? Want ik bedoel, het heeft mij persoonlijk heeft het me absoluut geraakt, hè, wat er is gebeurd. Ik vind het ook jammer als je een hele fijne relatie hebt met iemand, dat die dan stopt. Dat vind ik jammer, dat doet mij pijn. Ja. En weet je, en daar moet ik mezelf echt wel voor behoeden. En, ja, sterker nog, ik vind het een hele goede vraag, want dit is echt heel actueel voor ons. In die zin dat ik ben inderdaad te veel vriend van mijn personeel. En daar moet ik inderdaad een stapje terug in nemen. En dat maakt het voor mij lastig, omdat ik, ja, weet je, ik wil die verbinding hebben met mensen. Ik vind dat fijn. Ik merk ook dat als we met
Hè, als ik met iemand praat en er is een verbinding, weet je, we hebben gewoon een leuke relatie. Dat hoeft allemaal niet te zweverig te zijn. We hebben gewoon een leuke relatie. Dan, ja, dan vind ik dat soms te belangrijk. Omdat ik denk dat je de sfeer belangrijk vindt. Dus zeker. De sfeer moet goed zijn. Absoluut. Dan ben je waarschijnlijk ook wel een sfeermaker. Als de sfeer niet goed is, dan zul je hem wel proberen goed te maken. Ja. En dat is misschien wel iets wat je in de toekomst misschien wel aan je operationeel manager moet gaan overlaten. Is zeker waar. Zeker waar. Dat is iets ook wat mij nu veel verteld wordt. Hè? Dus, waarin ik me ook vergist heb, zeg maar, of wat ik althans anders heb gezien dan dat het daadwerkelijk is, is dat ook al ben je een bevriende relatie met iemand, maar als daar een werknemer-werkgever relatie ontstaat, ja, dan ontstaat er ineens een kloof. Mensen vinden het ineens spannend om jou aan te spreken. Terwijl ik ben gewoon Pieter. Maar ik ben wel een werkgever. En dat maakt het voor mij dat is voor mij een leermoment geweest. En ik vind dat wel het lastige aan het ondernemen. He, je bent ineens iemand die voor iemand anders bij wijze van spreken op een voetstuk staat. Maar wat je eigenlijk helemaal niet wil. He, ik bedoel, ik ben een mens. Ik ben Pieter. Ik ben een verkoper. Ik ben, tuurlijk, een ondernemer. En we hebben personeel. Maar ik ben nog steeds Pieter. Maar dat maakt het wel voor mij dat ik af en toe mezelf daarin moet terugfluiten. En moet zeggen van, joh, weet je, we hebben nu een managementteam. Het managementteam die weet zeg maar, van de hoed en de rand zeg maar, als het gaat om conduct. En de mensen die erbij komen, die rapporteren aan die personen. En dan moet ik zelf een stap terugnemen. Dat vind ik wel een uitdaging soms. Ja. Ja, ja. Misschien wel het mooie is dat je dan wel weer meer gelegenheid gaat krijgen om te ondernemen. Omdat je natuurlijk wat managerstaken daadwerkelijk hebt overgedragen. Ja. En hopelijk daar dan ook laten. Ja. Dat hun ook hun ding kunnen doen. Dus dat ze hun verantwoordelijkheden hebben en de bevoegdheden erbij krijgen. Ja. Wat voor jezelf inderdaad ruimte maken om weer te zeggen, hey, de ondernemer, Pieter, misschien is wat meer weer naar boven kan komen. Mm-hmm. En het is een andere positie die dat maakt ook zeg maar, de complexiteit eigenlijk dagelijks terugkomend. Is dat ik enerzijds natuurlijk verkoper ben en anderzijds ben ik een ondernemer. En ik hoorde een aantal maanden geleden nog iemand de opmerking maken naar mij van, joh Pieter, het is leuk dat jij personeel hebt. Hij zei, maar wij zien liever Pieter komen. Ja, weet je, en dat vind ik, aan de ene kant vind ik dat natuurlijk een eer hè? En dat vind ik hartstikke leuk. Maar dan anderzijds maakt het mijn positie ook wel wankel. Want ik kan niet meer iedere dag naar de vestigingen van groothandels. Hè, met alle respect, als ik daar een vraag krijg, wat is het verschil tussen een type 1 of een type 2 overspanningafleider? Ja, ik moet zorgen dat mijn mensen, om het even zo te noemen, dat mijn mensen dat kunnen gaan uitleggen. Hè? Dat mijn mensen die kennis en kunde hebben om dat op die manier te doen, zoals ik dat altijd heb gedaan. En daar ligt voor mij natuurlijk de uitdaging als ondernemer zijn. Van, joh, zorg dat je inderdaad een team om je heen hebt. Die gewoon hetgeen wat ze doen, dat ze dat goed doen. En dat het in ieder geval naar de behoefte van de klant is. Ja, en ik zit zelf ook te denken als ik jou zo hoor, Pieter. Dat voor aan de ene kant is natuurlijk de vraag, wil Pieter graag de verkoper blijven? Want dan moet je niet verder groeien. Of wil Pieter uiteindelijk de ondernemer zijn? Hè? Want als je ondernemer wil zijn, dan zou het mooi zijn dat je verder kunt groeien. Want dan is er uiteindelijk draagvlak genoeg om puur ondernemer te kunnen zijn. Mm-hmm. Maar als dat eigenlijk als verkoper eigenlijk hetgeen is wat je gewoon het allerliefste doet, en ondernemen en zorg hebben bijvoorbeeld alleen maar ballast zou zijn. Ja. Ik weet niet hoe je dat voelt. Hè? Je groeit erin. Mm-hmm. Dus het gaat, je hebt niet in één keer, het gaat geleidelijk. Dus dat kinderen opvoeden. Mm-hmm. Je hebt niet in één keer twee kinderen, je gaat geleidelijk groeien erin. Wat zegt jouw onderbuikgevoel dan, wat je tot nu toe inderdaad hebt opgestapeld? Heb je zin dan om dat ondernemerschap te leren? Of zeg je, ik ga dat andere toch wel erg missen? Ja, het is beide. Dit is ook weer een dagelijks terugkomend iets. Kijk, ik vind verkopen hartstikke leuk. Maar waarom vind ik verkopen leuk? Omdat je, je zit aan tafel met een relatie van je. Dat is inmiddels natuurlijk al vaak relaties die jarenlang teruggaan. Dat vind ik hartstikke leuk. Om met elkaar iets moois te maken. Als voorbeeld, wij zijn leverancier voor Rexel bijvoorbeeld. Nou, Rexel heeft Team Duurzaam.
Nou, dat is echt een hele succesvolle groothandel als het gaat om duurzame energie. En die mensen ken ik natuurlijk al heel lang. En op het moment dat ik met die mensen aan tafel zit, ja, dan gaat het heel vaak over van alles, behalve het ondernemen. Weet je wel? Maar dan ben je dus in verbinding met mensen, dan heb je contact met mensen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Anderzijds, als ik puur als ondernemer een bedrijf aan het opbouwen ben, ja, dan ben je meer met je mensen, met je team aan het werk om daar dus inderdaad het succes mee te gaan behalen. Ja, weet je, het een staat niet los van het ander. Ik zou heel graag willen zeggen van, joh, weet je, ik ga bijvoorbeeld, nou ja, om het zeg maar in dagen te kunnen gaan invullen, bijvoorbeeld op een woensdag en een donderdag bijvoorbeeld naar klanten toe, en dat ik de andere dagen zeg maar reserveer om inderdaad op de zaak of met de mensen, met de medewerkers naar klanten toe te gaan. Ja, eigenlijk is een mix zou fijn zijn, maar weet je, dat is ook weer de handicap van zo'n snel groeiende onderneming als waarin wij nu zijn. Dat gaat gewoon niet heel makkelijk. Nee. Nou, moet ik ook wel zeggen dat de corona-situatie daar ook wel behoorlijk roet in het eten heeft gegooid, Cor. Want uiteindelijk hebben we nu een goed team en we hebben de markt. Alleen we mochten al een lange tijd niet naar klanten toe. Nou, dat is natuurlijk ook. Ja. We hebben veel verkopers last van gehad, natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar dat heeft misschien wel jouw, nu de periode, jouw ondernemerschap wel doen ontwikkelen. Waardoor je daar toch iets meer daar de tijd van. Dus wellicht is het misschien zelfs wel Een zegen geweest. Ja, nou ja, dat hè, als het gaat om productontwikkeling wel. Hè, we gaan met een aantal, in het najaar gaan we met een aantal hele mooie nieuwe producten komen. Die ja, wel zeg maar ongeveer geboren zijn in de periode dat we niet naar buiten mochten. Ja. Dus dat is zeker waar. Ja, ja. 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 Heb je een. Dat is een hele moeilijke vraag dit. Heb je een hele favoriete leverancier waarvan je zegt van ja, die leverancier die wil ik eens even. Daar ben ik nog gewoon heel graag klant van. Die wil ik eens even in het zonnetje zetten. Of gewoon naam noemen. Ja, dat hebben we. Kijk, wij zijn. Daarmee doen we een ander niet tekort en daar gaat het niet om. Nee, zeker niet. Nou ja, weet je, dat is ook leuk, leuk dat je het vraagt. Want wij gaan naast het feit dat wij. We hebben PV-Box. PV-Box is een productprogramma. Waarin we zeg maar behuizingen bieden met overspanningsbeveiliging daarin. Met lastscheiders daarin. Om. PV-installaties te beschermen tegen de weersinvloeden feitelijk. Dus inderdaad, op het moment dat je een bliksemontlading hebt op een grote PV-installatie, ja, dan krijg je dus inderdaad overspanningen op je systeem. Nou, wij zijn daar goed in. Dat hebben we eigenlijk sinds jarenlang hebben we dat met Serprotec gedaan. Hè. Dat is een overspanningsbeveiligingsfabrikant uit Spanje. Maar omdat wij als conduct nu ook een kwaliteitsslag gaan maken. We hebben inmiddels een naam en als ik het goed begrijp, ik blijf een beetje bescheiden, maar staan we goed in de markt. Maar we gaan nu echt een goede kwaliteitsslag maken. En daarin zijn we nu een samenwerking gestart met Phoenix. Phoenix Contact is een Duitse fabrikant in overspanningsbeveiliging, onder andere overspanningsbeveiliging. En ze doen nog veel meer. Ze zijn erg sterk in de industrie. Maar goed, omdat wij de positie hebben met PV-Box als conduct zijnde, hebben we de samenwerking aan kunnen gaan om daarin eigenlijk de binnenwerken van Phoenix toe te passen in onze PV-boxen. Dus we slaan echt de handen in één. En wat maken hun dan zo bijzonder nu? Zij zijn A-fabrikant op het gebied van overspanningsbeveiliging. Dus dan heb je het over, ze zijn nu voor mij een goede leverancier omdat ze kwaliteit hebben. Absoluut, ja. En dat jij met je bedrijf goed genoeg ben dat ze zaken met jou willen doen. Ja, kijk, punt is dat wij altijd wel kwaliteit hebben geleverd. Hè? Dus, en dat blijkt ook, hè? Want uiteindelijk hebben we een hele sterke positie in de markt met PV-Box. Maar omdat we. Ik kijk eigenlijk altijd verder naar waar we nu zijn. En ik weet dat de markt behoefte gaat krijgen aan aanvullende producten, zoals inderdaad een lightning counter. Waarin we uiteindelijk de mogelijkheid gaan bieden om als installatieverantwoordelijke persoon van een PV-installatie ook te kunnen gaan zien of er overspanningen zijn geweest. Of er een bliksemontlading is geweest. Oh, nou maken we het allemaal te technisch voor de, okay, voor de luisteraar. Dat gaat de luisteraar niet doen. Nee. Als je nou, wat wil je, als je nu toch stiekem een beetje moet zeggen, wat zou je de komende, laten we het niet te lang maken, de komende 3 jaar... Ja. Waar zou je naartoe willen groeien? Waar wil jij zelf als ondernemer over 3 jaar staan?
Wat zijn dan de dingen die je nog doet? Verder gaan met product ontwikkelen om, zeg maar als, ja, ik noemde het net al even als OEM'er, Original Electronical Manufacturer. Dus feitelijk inderdaad het samenvoegen van bestaande fabrikanten in een oplossing. Dat is iets waar we goed in zijn. We hebben roofsport neergezet, we hebben PV-shotten. Dan heb je het over je bedrijf, ik wil het over jou hebben. Over mij persoonlijk? Ja, jou persoonlijk, Oké. Waar ik zelf wil zijn, over 3 jaar. Wat ik zojuist al eigenlijk aangaf, ja, niet meer per definitie brood nodig om zeg maar conduct te runnen. Maar ik wil een mooi bedrijf hebben misschien gaan we wel naar de 10 miljoen omzet. En zometeen met een mannetje of 20 bijvoorbeeld. Weet je wat ik al aangaf? Als we in de basis daar zijn en we hebben gewoon een sterke positie in de markt. En ik kan een klein beetje meer gaan doen dan alleen werken, dan ben ik al echt wel tevreden. Ja, ja, maar als je de 50 gepasseerd bent, Pieter, dan moet je met gemak wel een stapje terug doen. Hè? Kun je nog leren weekborden, zou ik zeggen. Ja. nog een andere. Mag ik eigenlijk ook niet stellen, maar heb je voor het afgelopen jaar een opdrachtgever waarvan je zegt van ja, dat was nou gewoon, dat was een mooi project of dat was een mooi. Dat is gewoon een fijne klant. Betaalde direct of. Meerdere. We hebben, wat dat betreft hebben we met de verschillende productgroepen die we hebben meerdere mooie klanten kunnen maken dit jaar. Als ik er dan toch eentje moet uitlichten, dan is het bijvoorbeeld wel E2. E2, dat is een bedrijf die doen in de middelgrote en grote solarinstallaties. Die hebben op basis van het vertrouwen wat ze hebben in ons, nemen ze eigenlijk al onze productgroepen af. En daarmee hebben we inmiddels mooie projecten gemaakt. Dat is er één. Zo zijn er nog wel meerdere. Zo is er een Switch Energy, zo is er een Defcon. Partijen die niet alleen maar PV-box afnemen, maar ook roof support en kabel en eigenlijk hetgeen wat wij doen. Wil je straks als Pieter Kramer in de markt bekend staan of van dat is de Willy Wortel. Als je een probleem hebt, dan lost hij het op. Of wil je graag zijn, dat is Pieter Kramer van Conduct. En die leveren altijd een goed product voor een goede prijs. Ja, dat laatste. Ik ben gewend om kwaliteit te verkopen. Hè, met mijn hele Deng-periode, waarin ik 13 jaar echt een A-fabrikant heb moeten beleveren in de markt. Of moeten verkopen in de markt ten opzichte van de wat minder kwalitatief goede merken, zeg maar. Dus wij zijn gewend om over de USP's te verkopen dan de prijs. De prijs is altijd het laagste argument. Dat is feit. En ik wil zeg maar, met Conduct als bedrijf te boek staan die kwalitatief goede producten levert op basis van echt unieke argumenten die een klant verder helpt in hun bedrijfsleven, zeg maar, in hun ontwikkeling. Ik bedoel, wij bieden producten waarbij onze klanten eigenlijk met een gerust hart kunnen gaan slapen en kunnen vertrouwen op hetgeen wat zij bij ons hebben afgenomen. Dus dan zijn die wat gezien worden als een betrouwbare ondernemer, zeg maar. Ja, dat. Vooral dat. Dus inderdaad, de oplossingen die we bieden, die dragen ook daadwerkelijk bij. En dat vind ik belangrijk. Ik vind het echt super tof om te zien dat bijvoorbeeld PV Shelter op een dak staat, waarbij de DC-infrastructuur op het dak blijft en daar dus inderdaad brandveiligheid of bijdraagt aan brandveiligheid. En dat is ook wat wij doen. Dus de producten die we bieden dragen bij aan brandveiligheid bij zonnepaneelinstallaties. Nou, dan heb ik nog een allerlaatste vraag voor jou, Pieter. Yes. En dat is, welke ultieme tip zou jij op dit moment willen geven aan andere DGA's? De ultieme tip is. Het is een ondernemerstip. Als ondernemer, stel je missie goed op. Zorg dat de klanten begrijpen wie je bent en acteer daar elke dag naar. Doe alleen maar de dingen die bijdragen aan hetgeen
waar jij over 10 jaar wil staan. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik wens je nog een fijne dag. Hoi!